Enkele vrouwen en meisjes uit Wanica hebben vandaag op initiatief van parlementariër Miguela Sumar Huur een basis-ICT-training gevolgd. De volksvertegenwoordiger van Wanica plaatst dit project in het kader van de Dag van de Vrouw die maandag wordt herdacht. Sumar Huur heeft bewust gekozen voor een ICT-training. Het thema voor dit jaar is invloed met impact. En ik had echt zoiets van, ik kan een lezing houden om de vrouwen te beïnvloeden. Maar wat voor impact zou die lezing hebben? Dan dat je ze traint om wat bij te leren. En ze kunnen het ook leren aan anderen. En zo kwam ik op ICT. Als we kijken naar de COVID-pandemie van de afgelopen periode, hebben we gemerkt dat het een uitdaging was voor moeders, maar ook voor de kinderen om online lessen te volgen. Omdat bepaalde mensen gewoon niet weten om te gaan met de computer. En ik zei van, weet je wat, laten we dan daarin investeren. Dit is een basic en de bedoeling is dat we verder zullen gaan om deze groep te trainen om veel meer te leren over ICT. Sumar Huur heeft voor de uitvoering van het project een beroep gedaan op de jongerenorganisatie iSpeak, die verschillende trainingen aanbiedt. De volksvertegenwoordiger geeft vrouwen mee om elkaar lief te hebben en te ondersteunen. Van deze plaats uit wil ik zeggen, love yourself. Positiviteit uitstralen, dat is het beste. Vrouwen moeten er zijn om andere vrouwen vooruit te pushen. Daar sta ik voor. Vrouwen moeten elkaar ondersteunen. En verder wil ik in verband met Dag van de Vrouw ook een beroep doen. Een verzoek vanuit mijn hart naar de mannen toe. Voel op uw vrouw moro. En als er wat is, kies liever de pad van dialoog. Tak moro dan dat je vast afroom. Parlementariër Miguela Sumar Huur. De ICT-training is verzorgd in het buurtcentrum Stibula.